De studie is heel boeiend, het is heel interessant. Het hele menselijk lichaam is altijd iets wat je op den duur kom je dingen tegen bij jezelf en dan denk je van hey, dat van je studie wat je geleerd hebt, herken je dan in de praktijk eigenlijk. En dan weet je van oh, nou gebeurt dit en het gebeurt zo. En dat is het interessante eigenlijk aan de studie. Dat je vooral terugkoppeling hebt naar de praktijk, naar het dagelijks leven. We onderzoeken hier eigenlijk dingen die we in de studie geleerd hebben. Ja, hier pas je die dingen toe, dus je past bepaalde technieken toe. En wij doen dat hier met proefsamples, met proefmonsters die we dan krijgen. En die zijn dan bijvoorbeeld door de docent gemaakt of die heeft die ergens vandaan gehaald. En dan wij passen onze theorie toe hier in de praktijk. Dan krijg je ook een beter beeld van de stof die moet worden bestudeerd. Ja, dit is een voorbeeld van collation. Dit gaat toevallig over het hart. En ja, zoals je ziet gaat de studie ook op macroscopisch niveau. Dus dat betekent dus gewoon dat je zeg maar naar het menselijk lichaam in het algemeen kijkt. Je bent wel iets aan het bestuderen waar iedereen in principe mee te maken heeft. Dat is de studievereniging van biomedische wetenschappen. We hebben één keer per jaar een excursie naar het buitenland. En daarnaast hebben we allerlei activiteitjes tussendoor, zoals bijvoorbeeld Snow World, om te gaan snowboarden. Het is altijd gezellig, altijd ja, eigenlijk met vrienden en studiegenootjes, dus het is altijd een gezellige omgeving. Maastricht is een compacte stad, dus nooit echt ver weg. Je bent eigenlijk zo in de stad, zo op de Unie. Dus wat dat betreft is Maastricht echt een fijne stad om te studeren, aangezien alles toch dicht bij huis is.